Leuk dat je kijkt naar een nieuwe Aan Tafel Met. Vandaag aan tafel met Elmo Liefdink. Goed dat je er bent. Ja. Hoe is het met je? Heb je een leuke week gehad met Koningsdag? Of heb je niks Nee, eigenlijk best wel saai. Al 2 jaar op rij eigenlijk. We kunnen vrij weinig doen. Zeker omdat je je bubbel zo klein mogelijk moet houden op dit moment. Wat logisch is. Dus nee, ik heb gisteren niks gedaan. Maar wel getraind? Of ja. In ieder geval oranje tompoes meegepakt? Dat wel. Ja, die was wel lekker. Ja. Die heb ik wel gepakt. We gaan het hebben over de aankomende wedstrijd tegen Cambuur. Toch nog even tegen Almere City. Ook zo'n enorm belangrijke wedstrijd. Je scoorde een prachtige goal. Na 3 minuten al. Kun je ons weer even terugnemen naar dat moment? Ja, je begint net. En hij lag er al heel snel in. Terug naar het moment. Jona die kreeg de bal ingespeeld. Ik zag Danny stond rechts van me, ik stond aan de linkerkant en ik schreeuw om die bal en hij speelde hem gelukkig naar mij toe, niet naar Danny. En ja, ik schoot gewoon en hij zat er wel redelijk in. Onderkant lat, vloog er lekker in. Ik vroeg het ook vrijdag al aan Jesse Schuurman, had je dan het idee van na die 3 minuten dat je dacht, dit spelen we wel even uit, omdat je zo vroeg op voorsprong komt? Dat denk ik niet. Dat bleek ook maar, want we hebben eigenlijk geen moment echt goed kunnen voetballen en echt een makkelijke avond gehad. Dus schijnbedriegt. Hoe lang heb je nagenoten van die wedstrijd? Omdat het was gewoon in die laatste minuut. Het werd gevierd als een overwinning bijna. Dat gelijkspel, omdat het een ongelooflijk belangrijk punt was. Ja, je weet natuurlijk als je verliest dat het nog maar 3 punten scheelt met Almere. Het was heel belangrijk, dat laatste doelpunt, dat weten we zelf ook. Het was geen beste wedstrijd van ons, maar die ontlading was wel enorm. Ja. En dat is ook de dagen daarna, voel je dat nog? Of gaat die knop al heel snel om? Die knop moet heel snel om, want we zijn er nog niet. Dat beseffen we ons ook. Vrijdag wacht Cambuur en daar moeten we ook voor de punten gaan. Ja, Cambuur, hoe kijk je naar die ploeg eigenlijk als je dit seizoen hebt gezien? Zij zijn nu al kampioen geworden. Ja. Die hebben het natuurlijk fantastisch goed gedaan. Terechte kampioen. Voetballend, goals, stabiel. Ook als ze achterkomen, geen paniek, blijven voetballen. Afgelopen keer tegen Excelsior stond volgens mij in 6 minuten stonden nog 2-2. En ze winnen hem nog met, wat was het, 7-2? Ja, flinke zoiets doelpunten. In ieder geval. Boven de 100 doelpunten ook. Gewoon de terechte kampioen. Dus het gaat een hele moeilijke wedstrijd, worden. Waar gaan jullie op focussen voor vrijdag? Misschien, zij zijn al kampioen natuurlijk, dus gaan ze het rustig aan doen, denk je? Dat je denkt, dat is gevaarlijk. Ik denk het niet. Ik las dat Muren er 40 goals wil aantikken. Dus, hij heeft nog 3 wedstrijden. Hij heeft daar nog 3 wedstrijden voor. Dus misschien kunnen we het op een akkoordje gooien dat als hij er 5 scoort, wij er 6 scoren. Maar ik denk niet dat het gaat gebeuren. Dus we zullen gewoon vol aan de bak moeten. Het team is niet alleen Robert Muren. Ze hebben heel veel kwaliteit en heel veel aanvallende kwaliteiten. Dus we zullen gewoon op ons hoede moeten zijn. En ze hebben ook natuurlijk, er is publiek bij. Dus is dat toch weer een tegenvaller omdat het Cambuur publiek is? Ja. Bij NEC uit was er ook publiek en toen wonnen we ook. Dus ik vind het alleen maar mooi dat er weer wat publiek is. Voetbal zonder publiek, je zag het afgelopen week ook in de Eredivisie. Misschien ook voor de kijkers thuis, dat wat lekkerder kijkt. Ik vind dat persoonlijk, heb ik daar niet heel veel moeite mee. Nee. Jij hebt dit seizoen al 10 doelpunten gemaakt. Dat is heel erg fors. Hoe kijk je naar je eigen seizoen? Of had je misschien wel meer willen maken? Ik had er wel meer kunnen maken zelfs. Ik heb wel aardig wat kansen gemist. Maar 10 goals, hè. Ik denk niet dat je per se ontevreden kan zijn dan. Dus in dat opzicht gaat het prima. Alleen, Tuurlijk zijn altijd wel verbeterpunten. Want je zit wel, je speelt, hoe vind je jezelf spelen in dit systeem? Want je zit ook soms wel wat meer met de punt naar achter. Zeker toen we nog 4-3 speelden, was ik zeker in het begin, dat was ik gewend. Dus daar was ik heel comfortabel. In dit systeem is mijn rol heel anders. Daar heb ik in het begin heel erg aan moeten wennen. Ook een stuk minder gescoord. Maar nu, het gaat weer steeds beter en de afgelopen 2 wedstrijden ook weer gescoord. Dat is natuurlijk niet het allerbelangrijkste, maar het helpt natuurlijk ook wel een beetje voor je zelfvertrouwen. Het gaat steeds beter.
Dan kun je je rol omschrijven op dat middenveld. Want soms sta je ineens heel erg voorin. Maar je maakt af en toe ook een gruwelijk mooie tackle op de bal helemaal achterin op eigen helft. Ik denk dat je het zo perfect omschrijft eigenlijk. Het is echt box-to-box, zoals ze dat wel noemen. En inderdaad wel zoveel mogelijk voor de goal proberen te komen. Maar ook gewoon verdedigend een steentje bijdragen. En dat gaat steeds beter. En daar voel ik me ook wel. Dat gaat goed. En die vrijheid, die krijg je ook wel van de trainer. Dat je toch wel van de ene kant naar de andere kant van het veld mag. Ja, ik moet wel. Dat is wel wat er ook van me gevraagd wordt. Zo'n speler ben ik ook wel, zo'n type speler. Dus in dat opzicht vind ik dat ook wel fijn, ja. Je speelt ook nog op zwarte voetbalschoenen. Volgens mij hebben mensen het wel vaker gezegd. Geniet aan de gekleurde voetbalschoenen. Ben je echt een typische graafschapsspeler? Omdat je, zoals ik het net al benoemde, af en toe ook gewoon een lekkere tackle kan maken. En nou, toch wel veel strijd ook in een wedstrijd. Ja. Ik heb het wel vaker gehoord. Ja, het is wel. Ik ben zo'n soort type speler, dat ben ik inderdaad wel. Ja, ik ben niet degene die vijf man gaat passeren. Dan moet je niet van me verlangen. Dan heb je de verkeerde speler voor je. Maar inderdaad, ik maak wel slidings, kopduels en gewoon harde duels spelen. Maar wel fair, want ik heb nog steeds volgens mij maar twee gele kaarten. En, dus in dat opzicht gaat het aardig, ja. Het kan zondag eigenlijk al gebeuren. Dan als jullie winnen en je bent afhankelijk van een paar factoren. Dan moet Go Ahead verliezen en Almere moet verliezen. Dan kun je al gepromoveerd zijn. Verwacht je eigenlijk, is dat lekker zondag pas promoveren? Mij maakt het niet uit. Ik heb hoe sneller hoe beter. Dus als wij winnen van Cambuur en zij verliezen alle twee, dan vind ik dat prima. Het hoeft niet voor mij op dezelfde dag dat we allemaal tegelijk spelen of noem het maar op. Als wij kunnen promoveren zondag omdat Eagles punten laat liggen, dan hoor je mij niet klagen. Je zei net al, we zijn er nog niet. Mm-hmm. Maar heb je al wel het gevoel, dit kan niet meer mis eigenlijk? Nee, dit mag niet meer fout gaan inderdaad. En we mogen het niet meer weggeven. Dus ik hoop dat we dit gewoon zo snel mogelijk kunnen afsluiten. Gewoon een goed resultaat in Cambuur. En kijken wat de concurrentie doet. En het dan hopelijk de week erop afmaken of misschien vrijdag al. Want uiteindelijk dan toch kijken naar de concurrentie. Terwijl je toch het hele seizoen veel naar jezelf heb moeten kijken, maar nu ga je toch heen en weer. Nee, kijk, je bent niet meer afhankelijk van de tegenstander, want je hebt volledig een eigen hand. Alleen als jij vrijdag wint en je concurrenten verliezen, dan beter. Maar je bent niet meer afhankelijk, dus als wij gewoon zelf ons ding doen, als we twee keer winnen of vier punten halen, dan zijn we er ook. Succes vrijdag. Dankjewel. En bedankt voor het kijken en volg ons natuurlijk weer via de socials aankomende vrijdag tegen Cambuur.